We hebben dat formaat van 7 dagen gemaakt naar 4 dagen. Dat is compacter en dat is niet alleen financieel, maar ook qua school en alles haalbaar voor de rest van de wereld. We hebben ook de belangrijkste veranderingen. We hebben gemaakt de garandeerde 4 wedstrijden. Iedereen speelt 4 wedstrijden per toernooi. Dat betekent iedere dag 1 wedstrijd. Het is een lange verhaal om uit te leggen, maar daar kom ik korter om. Is dat je hebt iedere dag wedstrijd op jouw niveau, whatever jouw niveau op dat moment is. En dat zijn misschien 2 belangrijkste delen die dat maakt toernooi uniek. En dat is aansprekend, want zoveel kinderen halen niet zomaar voor een jeugdtoernooi. De kinderen hoeven dus niet na 1 wedstrijd al meteen weer naar huis. Nee. Maar ze moeten uiteindelijk wel weer naar huis. Maar waar komen ze allemaal vandaan? Nou, dat is ook een bijzonder verhaal. We hebben hier mee te maken met 199 kinderen precies. Zo bijna 200 kinderen. Die komen uit 42 landen. En van de hele wereld. Ja, en die komen dan allemaal naar de Achterhoek toe. Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen? Nou, eigenlijk in eerste instantie, we begonnen dat een paar jaar geleden. We hebben gekozen omdat dit is een van de weinige locaties die tapijt staat op de baan. En we willen voordeel geven aan alle spelers. Dat spelen ze niet op harde ondergrond of juist andere ondergrond. Dan zijn sommige spelers zijn dan in een voordeel en sommige in een nadeel. Dus we hebben gekozen tapijt wat vrij uniek is voor buitenlandse kinderen. Die spelen ze niet zo vaak op tapijt. Dus eigenlijk voor iedereen is staat de positie hetzelfde, zeg maar. De wereldtop van jeugd is hier nu aanwezig. Is hier dan ook de volgende Federer, Djokovic of Nadal aanwezig? Wij denken zelf wel. En wat het is, hier is 70% van de spelers zijn top 5 in hun eigen landen. En dat zijn alle grote sterke landen zijn tegenwoordig. Dus als statistieken is tot nu toe gebleven dat al die nieuwe Federers, Nadals en Djokovic waren ze inderdaad in die leeftijd zo goed. Dus wij zijn echt geholpen en wij denken dat dat zo is.